leeftijd. Dat kan Corrie Konings ondertussen wel zeggen nu ze 40 jaar soloartiest is. Ter ere van dat sonneer de koningin van het levenslied zaten haar jubileumboek Mooi was die tijd bij Selection Breda in Nijmegen. Evert Zandegoets, roddeljournalist en tv-presentator, schreef het boek. Er worden onthullingen gedaan die absoluut helemaal niemand wist als alleen een paar mensen van de familie en vrienden van mij. En kunt u een klein tipje van de sluier oplichten? Nou, er staan ook bijvoorbeeld liefdes in die gebeurd zijn en... Dat heeft dan ook wel in het blad gestaan, maar ze wisten niet eigenlijk dat daar heb ik dan ook een stukje over verteld. En ook een liefde die ik helemaal afgekapt heb, bijvoorbeeld omdat ik dat niet wou, want ik wil geen andere mensen verdriet doen. Ja. Johan, ik ga staan. Moet nog even, we moesten eerder weg, we zaten met de trein. Dus dat heb ik 12 uur niet meer gezien. Oh, dat is jammer. Ja. Dus, dankjewel. Volgens mij ben jij Corrie Konings grootste fan ondertussen. Ja, hij wel. Ze kent jou bij naam, bos bloemen, shirt erbij. Moet toch even vertellen hoe dat zit. Het is begonnen in 1989. Is begonnen. Ja, echt, en hoe is dat zo gekomen dan? Was ik in Tilburg bij Levenslied Festival. En toen had ze daar een optreden. Ja, dan was je helemaal verkocht. Op slag verliefd. Ja, goede nummers en echt een hele aardige vrouw, hartverwarmende en ze heeft overal tijd bij elk optreden. Ze maakt gewoon echt tijd voor de fans en ken ze al 20 jaar. Dus. Het is het mooiste dat je mensen blij kunt maken met je liedjes. Hey, doei. Kun je blij maken met je liedjes en ook dat je soms blokkades bij mensen losmaakt en dat is heel mooi als je dat mag doen. En als ze nou zo bekend maken dat ze zo stoppen, hoe erg is dat voor jou? Ja, nou echt, dan zal er toch wel een gat vallen als ze zou stoppen. Maar we hebben gelukkig de cd's nog, dus... Nee, stoppen doe ik nooit, maar misschien dat ik wel misschien wat minder aan ga doen. Okay. Ja, voor mij mag ze nog jaren door, dus ja. En niet getreurd voor de fans die er in Breda niet bij konden zijn. Corrie Konings brengt de komende weken nog een bezoek aan Selection Tilburg, Maastricht, Eindhoven, Utrecht en Rotterdam. Oh.